Katwijk is nog steeds de koploper en AFC is afgezakt naar de één na laatste plaats op de ranglijst. We zitten in de derde minuut van de wedstrijd. De paas is goed van Blokland en dan Mengering tussen twee man. Hij frommelt zich er tussenuit en dan is Sonneveld geslagen en is het Katwijk dat op een 0-1 voorsprong komt. Op Sportpark Goed Genoeg in Amsterdam. Goeie paas daar van Blokland. Mengering achter de verdediging gekropen bij AFC. En dit is een koud kunstje voor de spits van Katwijk. En de ploeg van Schreuder dus weer op de voorsprong. Dan de kopbal van den Houten. Hoekschop is van der Brink. En van den Houten komt helemaal vrij in de doelmond. En dan is de doelman van Katwijk, Kieboom, geslagen. En is het weer gelijk. Bosma dan met een goede paas. En let op deze bal. Van den Houten neemt hem fantastisch mee. En bij de tweede paal staat helemaal vrij Tom van den Brink. 16e minuut. En AFC op voorsprong. Bosma, goede paas. Even wat twijfel daar in de defensie bij Katwijk. Kijken en helemaal vrij van den Brink voor de 2-1 namens de thuisploeg. Dan is het weer aan Katwijk. Suzanne, goede paas. Mengering, die scoorde al een keer. En dit is zijn tweede van de middag. En dan is het weer gelijk. En hoe makkelijk weet Katwijk de gaatjes te vinden in de verdediging van AFC. Suzanne houdt het overzicht. Mengering is weggedoken bij Rietveld. Sonneveld geslagen. En het is weer gelijk in Amsterdam. En Katwijk wil meer. Katwijk wil de koppositie behouden. Weer een combinatie, zoeken en prachtig afgemaakt daar door Damiano Schet. Het is de 39e minuut en Schet zet de 3-2 voor Katwijk op het scorebord. Diepe man zoeken, zelf aansluiten en prima daar achter doelman Sonneveld. Dan de overtreding op Suzanne in de doelmond, de strafschop. Suzanne mag hem zelf nemen in de tweede helft, maar dan het hoogtepunt van de wedstrijd voor Sonneveld. Hij pareert de strafschop. Goed gekeken van Patrick Sonneveld. En dus blijft het bij 2-3 tussen AFC en Katwijk.